mijn schatjes zijn er. Bernadette? Bernadette was in. Dit was zo romantisch en lief. Eén groot prijsfestijn met allemaal dingen die ik dus zelf heb uitgezocht. Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe vlog. Het is woensdag en ik reed dus net langs de Frette La Bretonnière winkel. Gewoon toevallig in de Uber. En toen zag ik dus dat mijn hele collectie binnen werd gebracht met luipaarddozen. Het zit in een luipaardschoenendozen. Amazing. Dus ik heb helemaal kriebels in mijn buik, vlinders, zenuwen, alles. En nu ben ik bij de Corner Bakery, waar ik dus nog nooit was geweest. Wat echt een hype is. Ik zie hier altijd meiden in de rij staan. Met Kelly. De reden is dat de nieuwe Linda Meijden, deze amigo, met Dave en Bella op de cover, die is uit. En daar staan 858 prijzen in die je kan winnen. Waaronder 75 keer een lunch voor twee meiden bij de Corner Bakery. Met freak shakes. Dus ik dacht, daar wil ik wel even een extra instaatje aan wijden. Dus dat gaan we nu even fotograferen. En ja, ik ben ook wel benieuwd hoe ze smaken, moet ik zeggen. Vertel, wat kunnen we allemaal winnen? Ja, het is geweldig. Eén groot prijsfestijn met allemaal dingen die ik dus zelf heb uitgezocht en eigenlijk allemaal zelf wil hebben. Je kan winnen 5 keer een Velorati-fiets, 5 keer een leren jasje, 148 keer brow gel van Benefit, 75 keer een Corner Bakery brunch, inclusief een shake voor 2 mensen. Dat is echt heel veel. 30 keer Solar Weekend tickets, inclusief camping, lekker sheetmaskboxje, 295 keer. 250 keer velvet pet van My Jewelry. Het is een beetje alsof je jarig bent, maar dan omgekeerd voelt het. Lekker alles weggeven. Oprah ben je. Rosé gaat tandenborstel. Dit is dus echt mijn lievelings, want dan kun je met Bluetooth je mobiel linken aan een mini-printertje en dan komen al je foto's er zo uit. En het is zo mega leuk. En verder is het gewoon een heel lekker nummer. Het gaat over jaloezie. Kijk even deze knappe Dave erin. Goedemiddag. Hallo. En deze geweldige Bella. Die hebben het over jaloezie en allemaal leuke stellen, zoals deze knappert. Oh, wat leuk! Over wat ze allemaal voor DM's krijgen en weet ik veel wat. Ook Arie en Romy, mijn favoriete Insta-koppel. Ja, het is echt heel leuk. Heel leuk. Deze jurk die ik ook tevallen ben. Oh! Ja, het is echt tof. Het is zo'n leuk nummer. Oh, knappert. Wat een bouwwerken. We zijn een beetje aan het smelten, dus we gaan snel proeven. Daar gaan we. It's you and me. Ja, super lekker. Het is gewoon een aardbeienmilkshake. Ik denk wel als je alles opeet wat hierop zit, dat je helemaal gek wordt. Van de suikerrush. En de choco. Is lekker. Goeie dingen. Mm-hmm. Dit wil je. Oh. Het is zo lekker. Tortje. We hebben dus allemaal bloesems buiten. Zo mooi. Ik ben al zo'n razende outfit aan het proberen te zoeken voor de lancering morgen. Ik heb net even wat dingen gepast in de NLR Stories en mij even meegenomen voor zekerheid. Ik ben nu straks even in de H&M. Leuke printjes. Strepen. Ik ben snel doorgereisd naar de lancering van een nieuwe Lomo. Waar een stuk of 10 of 12 echte gay iconen uit de Nederlandse scene opstaan op de cover. Van Victoria Rolf tot Hans Klok tot Paul de Leeuw. Die vertellen over hoe het is om nu in 2018 een gay man te zijn en hoe het staat met de homo-acceptatie. Er komt ook een YouTuber uit de kast zelfs in het nummer. Heel spannend, heel leuk allemaal en ik ben benieuwd hoe het er binnen weer doet. Is net gespot en zoals jullie trouwe kijkers weten, maak ik altijd grappen over mijn haar als ik zo in de wind sta, dat ik Hans Klok haar heb. En Kim en ik, mijn bestie, noemen mij dan ook Hans en haar Ellen van Ellen ten Damme, wij zeiden dat het lijkt. Dus ik moet zo lachen dat ik hem net zag. Eigenlijk moet ik het zelf even vragen om jou te doen. Ziet er goed uit! Woe! Dankjewel, lief! Thanks! Favoriete Lomo.
jubileum. Dit is de 10e editie van het allermooiste, allerbeste, allerinteressantste en allerspannendste homoblad van Nederland. En dat durf ik zonder gêne te zeggen, meestal ben ik vrij bescheiden van aard, omdat we namelijk de enige zijn die nog een homoblad maken. Dus dan mag je dat ook zeggen van jezelf. Hans Klok, Hans van Manen en Erwin Olaf. Hi, Raspberry Beret van Prins van Nikkels, lievelingslievelings. Nou, die Linda-lancering was top. Jordi werd flink aan de haak geslagen. Hallootjes. Door mannen links en rechts. Gaan we voor de goede kant op? Ja, absoluut. Oh, we zitten nu bij Q te eten. Nou ja, niet letterlijk nu, want we hebben al besteld. Dus zijn Jordi opeens, de fretwinkel is hier in de straat. We zitten namelijk hier in de Utrechtse straat. Ook een fretlaboratoriumwinkel. En de etalage is nu dus net helemaal standing. Dus hij zei, we gaan even kijken. En dat vind ik zo leuk. Ik had er helemaal niet aan gedacht. Want ik ben super trots. En ik wil heel graag de etalage zien. Dat is zo lief. Mega leuk. Oh my god, zo spannend. Best wel spannend vind ik het allemaal. Daar is hij. Hallootje, c'est moi. Hey. Een hele goede middag. Wat? En hier nog wat. Joehoe. En dit is dus de eerste mannelijke volger die mijn vlogs kijkt. Zeker. En dat heeft laatst al heeft gezien. Precies. Die ik ooit heb ontmoet. Dus grote fan. Geweldig. Zo leuk. Mannen moeten ook kijken. Mannen kijken. Yes. Ik ben in het beeldschone Kimpton de Wit Hotel waar we even wat foto's gaan maken. En eigenlijk wil ik hier gewoon blijven slapen slash wonen. Dit is ook het hotel trouwens waar ik toen voor Jordi een surprise verjaardagsnacht had georganiseerd voor de trouwe kijkers. Het is gewoon een hele mooie plek midden in Amsterdam. Love it. Dus dat ga ik nu doen met Emma, die hier staat. Hallo, in een lekker teddyjasje. En we gaan straks natuurlijk door naar de fretlancering. Hoe leuk is dit binnentuintje met lichtjes? Hier kan je dus gewoon lekker zitten en een koffie drinken. Act chair life. Ik wil ook een act chair. Dit is heerlijk. Je kan helemaal zo erin. Oké, okay guys, ik loop nu de winkel in. Laten we net eens maar beginnen. Ah! Er zit een luipaardboekje bij je aankoop met het hele verhaal erin. En al deze luipaarddozen. Oh my god. Sick! Wat dus hilarisch is, is dat mensen allemaal luipaardprint aan hebben gedaan. Als, ik heb wel zeg maar één kleur van de luipaard aan, maar... Een spelding. Luipaardprint. Wow! Leuk met het sjaaltje. Love it. Yes! Al mijn schatjes zijn er. Zo lief. Echt lief. Luipaard. Mijn favo's zijn, ik denk toch wel die blauwe, hele chunky. Deze beauty. En dit hakje wat ik nu aan heb zit zo lekker. Ja, ik heb best wel aan die zijn. Ik heb een beetje van alles. Ja, die zit echt top. Dus ik ben daar ook wel heel blij mee, want dat draag ik echt. Zetje.
Oh my god, lief. Ik heb helemaal tranen in mijn ogen. Dit was zo romantisch en lief. Oh, oh, oh. Ik hoop echt niet dat mensen zich storen aan mijn verliefde gedrag. Maar ik ben gewoon zo gelukkig. En zo blij dat ik iemand heb gevonden die echt zo oprecht trots voor mij is. En blij voor mij is. En waar ik alles mee kon delen. En ik ben ook zo trots dat hij mijn vriend is als ik hem zie staan. En ja, zoveel verliefde gevoelens nog steeds na een jaar. Of bijna 2 jaar nu al. 2 jaar geleden op Lowlands leren kennen. Dus dat is gewoon heel leuk. Dit is echt wel een beetje wat ik altijd hoopte dat ik zou vinden en nooit echt vond. En ja, dat maakt me wel heel blij. Dus voor iedereen die denkt, oh my god, het single leven is zo ingewikkeld. Komt het ooit goed? Ik denk dat het goed komt. Al is single zijn en gewoon van jezelf houden natuurlijk ook super top en belangrijk. That being said, ik denk dat ik nog heel eventjes een drankje ga doen, want het is Koningsnacht, hoe noem je dat? De avond voor Koningsdag. Maar ik ben ook wel aan het twijfelen, want eigenlijk wil ik ook een beetje mijn energie sparen. En een aantal vrienden zijn net weg uit het café waar ik ze zou ontmoeten. Of dacht dat ze waren, dus ik ben nu even aan het twijfelen, maar ik heb me wel weer helemaal aangekleed en alles. Dus ja, dat horen jullie morgenochtend. Hey babes, het is nu Koningsdag vandaar. Dit gezellige oranje kroptopje. En minder gezellig is dat ik al de hele dag aan het werk ben. Ik ben om 10 uur begonnen omdat ik vandaag late shownieuwsuitzending heb. Dus dan werk je tot ongeveer 12 uur. 11:30, zoiets zijn we dan klaar. En ik dacht eerst nog van, oh dan ga ik eerst de stad in en dan daarna naar show. Maar ik ga overmorgen naar het buitenland weer voor een paar dagen. Dus ik ben nu eigenlijk al het werk aan het doen wat voor maandag in ieder geval klaar moet staan of moet gebeuren of dat soort dingen. En ik loop best wel achter doordat ik natuurlijk net in Marrakesh was. Dus ja, dat is ook wel een ding. Ik krijg best wel vaak de vraag van hoe combineer je alles en hoe doe je dat en hoe hou je alle ballen in de lucht, et cetera. En het is eigenlijk gewoon heel veel werken. Dus dat betekent ook dat je feestdagen mist, dat je verjaardagen mist, dat je niet bij je vrienden zo vaak bent. Ja, dat je er gewoon niet zoveel bent, omdat werk gewoon een enorme rol speelt en veel tijd inneemt en soms voor moet gaan. En dat is wel iets wat je niet altijd ziet, denk ik, op Instagram, maar natuurlijk wel hoe het is. Als je ergens wil komen of je wil een soort van 3 banen in 1 hebben, dan moet je ook gewoon het werk erin stoppen uiteraard. Maar op momenten als dit is dat niet altijd leuk als je iedereen online lekker op pad ziet. En ik hoor heel de tijd muziek en geluid. Maar dan moeten gewoon dingen af. En het is wat het is. Maar ik denk dat ik zo even nog een 30 minuten even doorga. Het is nu 1:30. En dan kan ik misschien nog even 2-3 uurtjes wat door de stad wandelen. En dan naar SBS. Dus dat ga ik denk ik doen. Ik hoop verder dat jullie een hele leuke dag hebben gehad. Ik vind Koningsdag altijd wel een van de leukste feestdagen. Het is echt heel gezellig en relaxed. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Of jullie het daarmee eens zijn. Heel even stap in. Het is super druk, maar heel gezellig. Even met allemaal rode accenten. Wandeltje met een schatje. En dan is hier iemand die een sprongel boven de gracht heeft gemaakt. Super leuk. En door naar shownieuws. Ik heb wel iets met oranje accenten aangedaan. Lekkere sterrenjurk. Ik dacht dat is dan wel een goed thema moment. De hartdames zijn eerst. Oh, die zitten er weer op. Het ging goed. Het was leuk. Echt een leuke show met de mannen. En ja, blij. Het geeft altijd een goed gevoel als hij lekker ging. En als je leuke grappen kon maken met elkaar en een beetje kon lachen. Dus dat was fijn. Nu ben ik even op zoek naar Jordi, waar die is. Ga ik misschien nog even een drankje doen. Trouwens mijn oorbelletjes in die Klaartje Roos heeft ontworpen voor Overload. Ik ben er echt wel heel blij mee. Even een klein detail, omdat ik zoveel vragen altijd krijg over mijn oorbellen. Ik ben in de Bijenkorf bij mijn stand. En Milou van Fred heeft zo'n leuke luipaardbroek aan met blauwe schoenen. Dit is echt een topcombinatie. Dit hebben we dus vorig jaar ook gedaan. Nou, hoe fabulous. Ik vind het zo geweldig bij elkaar staan. Dat is echt heel leuk. Girl!
Nou, dat was een succes en mijn lievelingsschatjes Onno en Kim zijn weer langsgekomen. In principe weet ik gewoon dat mijn support system er altijd is, dat is heel fijn. Dus we vieren het nu even met lekkere koffietaartjes, dat soort dingen. Ja, jou heb ik al in de video de hele tijd. Ik heb helemaal een heel emotioneel betoog over jou gehouden, wat je in de video. Ja, toen je met de ballonnen langskwam, was ik helemaal zo van, oh, een beetje vieren. Voor je deur staan. Ik ben in de Love Stories winkel die helemaal verbouwd is en nu nog meer een droom is. Ik dacht niet dat het mogelijk was, maar het is wel zo. Ik ben even een swimwear-setje aan het uitzoeken voor Aruba, waar ik morgen heen ga. Geniet even met me mee. Hij heeft er gewoon drie. Ja, maar kom op. Ik ben ook heel erg lang. Hoe heet het bruine ijs? Bruine ijs heet Burn was. Burn. Burn. Burn was it. Bernadette? Burn was it. Goedemorgen. Ik ga naar Aruba. Met Brendon en hele leuke vriendinnen. Dus daar heb ik mega veel zin in en het is een onwijs chaos hier. Er was een ongeluk gebeurd, dus het was een mega vertraging. En er was volgens mij een stroomstoring ook nog op Schiphol. Dus het is echt, ik heb er denk ik, nou ja, zeker een half uur lang over gedaan. Op een ritje van 20 minuten. En nu kom ik hier aan en er zit in en al chaos op Schiphol. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Lekker aan het shoppen met deze schatjes. Hallo? Hey, die en deze supermodel. Kijk, deze is leuk. Leuk glitterboek met stickers. En stickers, ik ben obsessed hoor. Ja, nee, snap ik. Okay. Maar ga jij even naast jouw eigen... Oh, dat is een leuk meisje. Dat is leuk.